Hallo en welkom bij weer een nieuwe jaar van de tuin. We hebben vorige keer gekeken naar de beleefbare tuin. Toen ging Robert in gesprek met Peter Bulsing. Deze keer gaan we meer richting de eetbare hoek. We hebben ook nog een giftige plant voor jullie in het vooruitzicht. Maar die is dan weer wel heel erg mooi. Het is namelijk herfst. Nou, de tafel ziet er ook meteen helemaal herfstig uit. En Alice, jij hebt dit allemaal meegenomen. Kun jij eerst iets over jezelf vertellen en daarna over wat heeft dit met jou te maken? Ja, ik ben archeoloog en eigenlijk, om heel precies te zijn, archeobotanicus. Dus ik heb voor mijn afstudeerscriptie resten van zaden van planten bekeken van, van opgravingen. En daarna ben ik daarmee verder gegaan. En ik wilde graag weten van wat hebben mensen nou gebruikt in Nederland in de prehistorie? Wat hebben ze gegeten? En daar wilde ik ook mee aan de slag. Dus ik heb ook heel lang in het Archeon gewerkt en daar kookte ik dan ook met de planten die ik op het terrein kon vinden in een aardewerken pot op een houtvuurtje. En nu ben ik daar eigenlijk vol tijd mee bezig met wilde eetbare planten. En wat groeit hier en wat kun je daarmee en wat deden mensen daar vroeger mee? Dus wat ik hier zie liggen zijn allemaal eetbare dingen. Niet het kaarsje natuurlijk, maar... Ja. Oh joh. Ja, er ligt hier sleedoorn, berenklauw. En daar heb ik ook wat mee gemaakt. Oh, oké. Okay. Maar berenklauw, dat kennen mensen natuurlijk sowieso als iets giftigs, maar dat kun je dus ook eten. Ja, de hele plant kan je gebruiken. Kijk. En inderdaad, iedereen kent hem omdat hij brandblaren geeft. Als je op een hele zonnige dag de plant aanraakt, er zitten haren aan. Als die afbreken, komt daar sap uit. En dat reageert met zonlicht. En daar kan je hele grote blaren van krijgen. Maar als je daar goed op let en je weet dat, dan kun je hem op een niet zonnige dag rustig plukken. Dan heb je daar al veel minder last van. En hij is dus eetbaar. De jonge bladeren en de jonge stengels zijn eetbaar. De bloemknoppen, de dichte bloemknoppen. En ook de bloemen en de zaden. Kun je allemaal eten. Kan je allemaal eten. Je hebt nou ook nog bessen en een takje, daar komen ze, die horen bij elkaar. Ja, dit is een takje van de sleedoorn. Die heeft enorm grote dorens, dat zie je hier. Dat is echt een enorme lange stekel. Ja, die ken ik wel, inderdaad. Ja. En daar zitten een soort, sommige mensen denken als ze het zien, bosbessen zitten eraan. Maar het zijn eigenlijk kleine pruimpjes. Oh. Dat is deze. En die kun je nu nog verzamelen. Die hangen nu allemaal aan de struiken. Okay. Als je wil, kan je er wel eentje proeven. Deze kun je ook eten, de bessen? Ja, je kan ze rauw eten, maar ze zijn niet zo heel erg lekker. Want ze zijn heel zuur en heel wrang. Ik ga het ook proberen. Oh ja, het is inderdaad, hij is ook geel van binnen. Ja. En er zit dus inderdaad wel alsof je een onrijpe pruim heeft. Ja, en er zit een klein pruimenpitje in. Hij is lekkerder als je hem laat hangen tot de eerste vorst erover is geweest. Mm-hmm. Of dat kan je natuurlijk zelf smokkelen door het in je vriezer te stoppen. Oh ja. En dan is die daarna heerlijk om jam van te maken bijvoorbeeld. Of, dat heb ik nog nooit gezien in de winkel, maar dat maak jij dus allemaal zelf? Ja, dat kun je zelf maken. En de allermakkelijkste manier om hier iets mee te maken is er slow gin, sleedoorn drank. Daar komt de slow gin vandaan uit Engeland. Dat zijn deze pruimpjes. Ja, ik heb daar nog nooit van gehoord, dat is een liqueur en die maak je met sleedoornbessen. En dan doe je dat dus door de bessen en dan liqueur eroverheen? Ja, of? En suiker erbij en dan laat je dat een tijdje staan. En dan krijg je prachtige paarse drank. Nou, dat ga ik nu dus maken, want ik heb deze nu geplukt. Ja. En dan heb je een sleedoorndrankje. Ja. Oh, wat grappig. Wat ontzettend leuk. En de sleedoorn, dat is een struik, toch? Ik heb die wel eens met die witte bloemetjes in de lente gezien. Ja, hij bloeit als een van de eerste struiken in het voorjaar. Hij heeft die prachtige witte bloesem, die je ook kan eten trouwens. Daar kun je siroop van maken, bijvoorbeeld. Ja. En daarna krijgt hij dan blad en die mooie bessen. En hij wordt heel veel gebruikt in heggen en hagen. Ja, dat en is het wel. En hij groeit hier al sinds de prehistorie ook, wordt hij ook gebruikt door mensen. Want archeologen hebben heel veel van die pitten die hierin zitten, hebben ze teruggevonden, verkoold. En waarschijnlijk werden die struiken ook gebruikt om het vee binnen de omheining te houden, want er zitten natuurlijk hele grote stekels aan. Ja.
Dus, daar kom je niet zomaar doorheen als je dat dicht begroeid hebt. Ik heb dat inderdaad laatst ook, toen was ik een paar afleveringen terug, gingen we kijken naar Vlechthagen. En daar zaten ze volgens mij ook wel vaak in. Ja, zit die ook tussen, klopt. Ja. Ja. Want het is dus vrij sterk. Wordt dit nou niet een enorm ding of kun je dit ook in je tuin als je een wat kleinere tuin hebt? Je kan hem gewoon prima snoeien. Dus je kan hem in je tuin in een hegje of een haagje kan je hem prima zetten. Ja. En dan is dat dus wel leuk, want je hebt dus de bloemetjes in de lente en dan heb je al de sleedoornbessen. Precies. Blijft hij groen of dat niet? Nee, hij verliest wel zijn blad. Hij verliest wel zijn blad, dus daar moet je wel rekening mee houden. Ja, hij verkleurt een beetje en dan verliest hij zijn blaadjes en in de winter is het een kale struik. Ja. Oh ja, kijk, nou hier heb je nog even een plaatje van hoe het er aan de struik, want heeft hij natuurlijk een mooi takje meegenomen. Maar zo ziet hij eruit, waarschijnlijk wel bekend voor de meesten. En dit zijn de bloemetjes in de lente. Die vind ik dan altijd wel weer heel erg schattig. Mooi. Hey, en de berenklauw, want je zei net al eventjes, die kun je eigenlijk gewoon alles eten. Doe jij dat dan ook? Eet jij regelmatig berenklauw? Nee, ik eet het niet regelmatig, want het heeft best wel een heftige smaak. Oké. Okay. Ik heb een keer zo'n gestoomde bloemknop gegeten. En ik vond het zelf niet heel erg lekker, maar smaken verschillen. Dus dat ligt er maar net aan waar je van houdt natuurlijk. Maar de zaadjes, die heb ik wel verzameld en daar kun je ook koekjes mee bakken. Die zaadjes kun je fijn malen tot poeder en dan als een specerij gebruiken in een soort kruidkoekjesdeeg. En waar smaakt dat dan naar? Want het zijn hele kleine zaadjes. Het zijn kleine zaadjes, maar als je er maar eentje in je mond stopt en je koudt er even op, is het echt een smaakexplosie. Oké. Okay. Dus je kan dat ook proberen als je wil. Zijn dat die kleine bruine dingetjes die je eruit ziet komen? Het middelste, het hardste deel van het zaadje geeft de smaak. En daaromheen zitten een soort vliesjes, de vleugeltjes. Oh, ja. Daar zit niet zoveel smaak aan. Oh nee, oké, dan snap ik het. Maar je moet dus wel eventjes goed kijken wat je dan pakt. Want ik je kan dat hele zaadje gewoon in je mond stoppen hoor. Dat maakt niet uit. En dan duurt het even voordat de smaak vrijkomt. Eerst denk je, nou het smaakt naar niks. En op een gegeven moment denk je, Het is wel kruidig inderdaad. Het is heel kruidig. Ja. Het is een soort... Ik kan het niet zo goed plaatsen waar het nou het meest aan doet denken. Het is een soort combinatie van gember, kardemom, kruidnagel, piment. Het is echt heel... Het is best wel pittig. Pittige smaak inderdaad. Hmm. En daar bak jij koekjes mee? Daar kan je koekjes mee bakken. Ja, heb ik laatst gedaan. Ik was een beetje voorzichtig geweest met de hoeveelheid. Omdat ik weet dat die vrij heftig smaakt. Maar het gevolg was dat je het bijna niet proefde. Dus, tweede lading heb je dubbele hoeveelheid. Ja, als je het bakt, dan verliest het kennelijk toch een beetje smaak. Dus dat kan de volgende keer kan er meer in. Hmm. En ook weer een makkelijke manier is om daar drank mee te maken. Dit is een flesje berenklauw jenever. Gewoon zaadjes in een liter jenever weken, 2 weken. En dan heb je een berenklauw jenever. Dat klinkt ook wel echt heel goed griezelig. Ja. En dit is een andere jenever ook? Of biersap? Dit is brandewijn waar mispels in hebben gestaan. Ah, kijk. Dat is weer een andere plant. Daar komen we denk ik zo naar toch precies. Terug. Want dat was jouw makkelijke plant, begreep ik, hè? Dat is een struik die je ook in je tuin zou kunnen zetten, ja. Want ik heb mispels, heb ik wel eens van gehoord, maar dat klinkt ook altijd heel oud. Ik heb wel eens in een museum volgens mij nog een print gezien van iemand die dat dan aan het plukken was. Of het stilleven ook wel. Het is een beetje een vergeten fruit. Mm-hmm. Hij is oorspronkelijk door de Romeinen meegenomen naar hier. Dus hij komt van oorsprong niet in Nederland voor. Maar nu wel dus al heel lang, want de Romeinen dat is ook al heel lang geleden. Ja, maar hij is niet heel populair geworden in eerste instantie, die mispel, bij de mensen hier. En pas later in de middeleeuwen is die veel gegeten. En hebben archeologen ook heel veel pitten van mispels teruggevonden in oude beerputten, de afvalkuilen van vroeger. Daar gooi je de pitjes natuurlijk daar in. Daar komen die pitjes onder andere in. En daarna is die weer een beetje in de vergetelheid geraakt. En nu zie je hem wel weer aangeplant in parken bijvoorbeeld. Hij kan als boom, het is een kleine boom met grote vruchten. Mm-hmm. Of een struik met wat kleinere vruchtjes. Oké, je kan hem zelf bepalen dan? Of zijn er twee soorten? Het zijn verschillende soorten. Ah, dus je kan een struikjesmispel en een boommispel. Ja, precies. En dat ligt er dan aan hoe groot je je vruchtjes wil hebben.
welke je, kijk, je kiest. Ja, daar precies. Is die. Daar is deze die. Bedoelde ik. Dat is hem toch? Die, ja, dat is deze, hem. Deze vruchtjes. Hoe groot zijn die nou ongeveer? Is dat dan zo? Ja, de kleine vruchtjes zijn ongeveer zoiets. En de grotere echt wel, dat zijn wel kleine zulke, appeltjes. Ja, soort kleine bruimpjes. Appeltjes. Ja, ze zien eruit als een soort kruising tussen een appel en een rozenbottel. Oh ja. En nou, iedereen kent wel de uitdrukking zo rot als een mispel. Mm. En dat heeft te maken met dat je hem heel lang aan de struik moet laten hangen. Want ze hangen er nu, maar als je hem nu plukt, is die nog heel hard. Eigenlijk moet er ook weer vorst overheen. Okay. Dat helpt om hem zacht te maken. Net als met de sleedoorn moet je ook een nachtje wachten tot het vriest. Ja, en dat heeft vooral te maken met dat vruchtvlees dat dan zacht wordt. Dat eigenlijk bled aan de struik, alsof die beurs wordt. Bletten is net wat je wel ziet als je fruit in de, nou ja, als het uit de diepvries komt, dan is het altijd een beetje zo. Ja, of als een appel op de grond is gevallen, krijg je zo'n beurse plek. Oh, dat heet bletten. Dat heet bletten. Ja. Oké, dat kende ik. En als een mispel helemaal bled, dan is die zacht en dan kan je hem eten. Dan kan je hem dus plukken en dan, ja, dan kan je het vruchtvlees eruit duwen en opeten. En daar zitten dan 5 grote pitten in. Die moet je er dan even uithalen. En dan heb je een, iets wat smaakt als. Ja, heel erg als een appeltje eigenlijk. Maar bijna als appelmoes in een schilletje. Appelmoes in een schilletje. Kijk, dat klinkt wel weer leuk. Ja, eerst vond ik het als een appel die vooral heel veel werk is. Nee, maar appelmoes in een schilletje klinkt dan wel weer leuk. Het is een appelmoes in een schilletje. En het is een hele leuke struik om in je tuin te hebben. Want hij verliest in de herfst zijn bladeren. Maar dan hangen die mispels er nog aan. Tot ver in november. Als de vogels ze niet hebben gevonden. Want die wisten ze ook heel graag. Ja. En dan vind ik het zelf altijd een beetje een soort kerstboom met kerstballetjes erin. Ja, ik kan me dat best voorstellen als je zo'n boompje hebt. Dan hangt dus, want dit is een mispeltje. Ja. En dan hangt dan helemaal vol met kleine rode appeltjes. Die, ja, geel-bruin zijn ze meer. Ja, oké. Okay. Maar dat ziet er wel leuk uit. Dan heb je wel nog iets decoratiefs om naar te kijken. Ja, precies. En hij heeft in het voorjaar ook hele mooie bloemen. Roomwitte bloemen. Dus dat is ook mooi om te zien. Heb je zelf een mispel eigenlijk? Ik heb zelf geen mispel in de tuin. Nee, want dat vroeg me af, want je hebt wel branden meegemaakt. Dus waar heb je die dan vandaan gehad? Deze mispels heb ik geraapt in de hortus. Ah, oké, okay, kijk. Ja, daar komen ze dan nog wel. Ja, en er zijn een paar plekjes in Leiden waar ik weet dat ze in de parken staan. Dus daar ga ik dan in november even langs. En dan verzamel ik die mispels en dan maak ik er een taart van of... Of een brandewijn. Oh, wat leuk. Ja. En hij is dus... Wel, zeg maar, als je een struikje hebt, dan is het niet dat je daar heel veel moeilijke... Ik bedoel, hij gaat niet enorm woekeren of nee, kinderen, hij groeit zelfs heel langzaam, die struikjes. Je hoeft hem ook niet heel vaak te snoeien. Nee, je hebt er niet veel. Dat is de reden dat het een makkelijke plant is voor jou. Je hebt zoiets van deze langzame groeier, vruchtjes eraan. Precies, En die kun je gewoon bij een tuincentrum kopen? Of is het makkelijk om, als je zelf die zaadjes hebt gevonden in een park, om dan een eigen mispel te kweken? Nee, dat is niet zo heel makkelijk. Maar er zijn wel kwekerijen waar je ze... Kunt kopen. Kan kopen. Maar ik denk bij de intratuin niet zo makkelijk. Nee. Nee. Je moet er wel ietsje harder naar op zoek. Maar ze zijn wel bij kwekers te vinden. Ja. Oké. Nou, dat is misschien dan een goede tip voor een makkelijke plant. En ook een hele goede uitleg, denk ik, over wat je er zo al mee kan. Ik ben dan wel benieuwd, inderdaad, hoe dat dan een appeltaart of een mispeltaart, hoe dat dan smaakt. Maar... Nou ja, dat is misschien dan voor volgend jaar. Want ik denk dus als ik ze nu raap, dan ben ik te vroeg. Ik moet nog wachten. Maar jij bent ze nu Nou ja, rapen. Je kan ze nu rapen en dan een nachtje in je vriezer doen. En dan zijn ze daarna zacht. Dus dan kan je ze gebruiken. Dat is dan de lifehack, dat ik ze niet hoef te laten liggen tot het echt gaat vriezen. Nee, Nee want dat is in Nederland wat lastig te voorspellen. Ja, precies. Ik dacht dan kan het zomaar tot januari weer duren. Precies. Maar goed. Nou, iets anders wat dan helemaal niet eetbaar is, maar wat je wel kunt vinden in Nederland... Of niet precies in deze soort, is een monnikskap. Nou, klinkt dat ook lekker middeleeuws, dus dat is dan wel weer leuk. Maar deze is dus heel erg niet eetbaar. Probeer het niet, hij is heel erg giftig. Daar gaat Robert eens even wat meer over vertellen. Zo, ik sta hier op deze prachtige oktoberdag en het is echt fantastisch weer. Sta ik hier in de hortus en specifiek in de Chinese kruidentuin. Naast een plant uit de ranonkelfamilie. En de ranonkelfamilie, daar zitten een hoop giftige planten in. Het boterbloempje bijvoorbeeld. Kent u misschien niet als giftig plantje, maar heeft u zich wel eens afgevraagd waarom u nooit meer boterbloempjes in veldjes ziet staan? Nou, die zijn weggehaald, want nou ja, kinderen willen die nog wel eens opeten, huisdieren willen die nog wel eens opeten. En het zijn gewoon toch best wel giftige bloempjes. Maar zo'n boterbloempje, dat is niets vergeleken bij deze plant, de monnikskap. De monnikskap, natuurlijk genoemd naar de bloemen, die doen denken aan een monnikskap, met een beetje fantasie natuurlijk. En heet in het Latijn aconitum. En het gif dat in het plantje zit is genoemd naar de plant aconitine.
En aconitine is, nou ja, potent is een understatement. Want 2 milligram. 2 milligram is genoeg om het met uw leven te bekopen. En 2 milligram, dat is ongeveer wat er in 1 gram van deze plant zit. Dus niet eens een hap, nee, een heel klein stukje. Een kruimeltje haast van zo'n plant is al genoeg om uw leven te kosten. En dat is toch wel een hele gevaarlijke plant eigenlijk. Als hij gesnoeid wordt, moet je dat eigenlijk met handschoenen doen. Het is ook niet aan te raden om aan de plant te zitten. Want iedereen die eventjes aan de bloempjes zit, nou, die voelt de vingertoppen al gaan tintelen. Die worden al een beetje gevoelloos. En dat is natuurlijk niet wenselijk. Nou ja, dat tintelen van de vingertoppen, dat duurt maar even. Dat is niet iets blijvends. Het is echt het eten van de plant wat gevaarlijk is. Maar toch zou ik het niet doen. Ja, als je een tuin hebt met kinderen, als je een tuin hebt met huisdieren, is het toch wel iets om te overwegen. In de wortels, daar zit die hoogste concentratie van het gif. En dat zijn ook de delen die worden gebruikt in de Ayurveda en de TCM. En de TCM, dat is de traditionele Chinese geneeswijze. En de stof uit de monnikskap, de aconitine, die wordt al meer dan 100 jaar gebruikt in die geneeswijze. In ook een middeltje. Een heel interessant middeltje waar niemand het recept van kent. Dat heet Yunnan Paiyao. En het wordt gemaakt door 13 teams die verzamelen de kruiden in China. De verschillende kruiden die allemaal in het middeltje gaan. Vervolgens stoppen ze die in vaten en die worden gelabeld met nummers. En vervolgens gaat dat naar een team en die mixt het stofje, die mixt het medicament bij elkaar. Maar die weet dus niet wat er in de vaten zit. Die weet alleen maar de nummers die op de vaten staan. En zo kan er een proces gemaakt worden waar niemand het echte recept weet. Althans, dat is het verhaal. Hier doen we er niks mee. En ook, het is ook zeker geen plant om zelf mee te gaan experimenteren. Omdat ik al zei, hij is echt ontzettend giftig. Maar als u nou zeker weet dat u hem in uw tuin wil. En u gaat er geen hapjes van nemen. Want als u er een hapje van neemt, dan gaat u eerst zweten. Daarna wordt u misselijk. Daarna gaat u braken. Daarna komt de diarree. Daarna gaat alles pijn doen. Dat is hoe het beschreven staat. Alles doet pijn. En daarna houden de spieren op met werken. En als de spieren ophouden met werken, dan betekent het dat de longspieren en de hartspieren er ook mee ophouden. Dus, en als je niet kan ademen, als het hart niet kan kloppen, dan ga je dood. En als u het dan toch zeker weet, en u weet zeker dat u er voorzichtig mee om kunt gaan, want het is natuurlijk een prachtige plant. En hij is er ook in het roze, en hij is er in het geel, hij is er in verschillende kleuren, gekweekt en uit het wild. En dan kunt u hem nu gaan inzaaien. Kunt u nu de zaadjes kopen van de monnikskap, nu inzaaien en dan volgend jaar heeft u een prachtige monnikskap en dan is het een mooie winterharde plant. Hij blijft over, hij is meerjarig. Wordt hij ongeveer, dat eerste jaar zal hij ietsje lager blijven dan dit, misschien een meter, anderhalve meter. Maar daarna wordt hij groter en groter en groter. En dan ziet u hier nou een plant van 1,80. Daarom moet u van goede huizen komen, want dan moet hij goed staan. Lekker in de zon, lekker veel water, lekker veel voeding en dan krijg je een grote gezonde monnikskap. Het is een prachtige plant, de monnikskap. Zeker voor dit seizoen natuurlijk, met zo'n eng verhaal erachter. En zeker iets om altijd in uw achterhoofd te houden. En dan misschien ook wel een plant om te bewonderen van een beetje extra afstand. Kende jij die ook? Ben je ook regelmatig tegengekomen in de hortus, de monnikskap? Ja, nou, ik weet even zo niet uit mijn hoofd waar die staat. Maar het is wel een van mijn favoriete tuinplanten. Ik wil hem altijd graag in mijn tuin. Alleen, maar mijn tuin wil niet, nee. Oh joh. Ja, nee. Nou ja, goed, het klonk ook wel als vrij veel onderhoud. Met veel voeding, veel water en dan ook nog een zonnig plekje. Dat ding erop. Ja. Ja, dat is misschien dan net een beetje lastig om te verwezenlijken. Precies. Maar hij is inderdaad wel heel mooi. Ik vind hem prachtig. Ja. Ja, ja. Wat voor planten heb je eigenlijk zo in je tuin? Ja, ik hou van een beetje een woeste tuin met veel wilde en ook eetbare planten. Mm-hmm. Dus ik heb teunisbloemen, die zijn nu ook nog steeds aan het bloeien. Oh ja, dus die zijn veel toch? Ja, ja, die kaars. Ja. Gele lantaarntjes inderdaad. Ik heb een hele grote eik in mijn tuin, dus die zorgt ook voor veel schaduw. Dus daardoor wil niet alles groeien wat ik er zou willen hebben. Dus dat heb ik op een gegeven moment ook losgelaten. Ik dacht, nou, ik kijk gewoon wat er in mijn tuin komt en er komt van alles. Zijn nu ook allemaal onder de eik groeien nu allerlei struikjes die door de vogels daar terecht zijn gekomen. Een meidoorntje staat er nu ineens, dus dat is wel heel erg leuk. Ja? Een kardinaalsmutsstruikje. Oh, die ken ik niet. Ja, nee, die heeft hele leuke roze vruchtjes met een oranje. Ja, die lampionachtige dingetjes die nu ook al wel. Die hele kleine roze precies. Met oranje dingetjes. Ja, precies. Ja, die ken ik al. Ja. Dus die staat nu ook ineens in de tuin.
Dan heb ik zelf een hele grote vijg en die staat dan net op een plekje met veel licht, maar toch niet genoeg om de vruchtjes rijp te krijgen. Dus dat is ook wel moeilijk in Nederland, heel toch? Jammer. Ja. En wat heb ik dan nog? Ook nog een klein appelboompje. Daar komen ieder jaar appels aan. En ook nog een perenboom. Dat wisselt een beetje per jaar of die vruchtjes heeft of niet. Ja. Maar wel inderdaad een lekker diverse tuin, zoals ik het zo hoor. Met van alles erop en eraan. Ja. Kijk, als je dus een tuinontwerp zelf gaat maken en over gaat nadenken over, nou, wil ik dan inderdaad een vijg of een appel of heb ik dat liever niet, is het altijd goed om daar even goed over na te denken wat je nou wil en daar het gesprek over aan te gaan. Nou, we kunnen eventjes Dillis als inspiratie gebruiken, want die ging met Jasper en Sarah in gesprek over hun tuin en over hoe zij die gingen inrichten. En dat gaan we even terugkijken. Ze begonnen met een soort van grof ontwerp, dus met een beetje ruim de vormen uitgetekend. Dus bijvoorbeeld het gazon en waar het terras komt en ongeveer waar de beplanting zit. Daarna volgde een soort van beplantingsontwerp, dus dat is dan waar de exacte planten komen. En wat voor soort planten en op welke getijden die bloeien bijvoorbeeld, zodat er wel het hele jaar door iets te zien is. En dan kon ik dan nog keuzes in maken, of dan konden wij samen met mijn vriendin een keuze in maken. We willen nu niet onze vrouw ook voorlichten door Dillis van wat leuk zou staan. Want... Ja, we natuurlijk eerst ben ik eerst geweest met het schetsontwerp, die hebben we ook besproken. En dan daarna ben ik nog een keertje terug geweest om eigenlijk het ontwerp definitief uit te werken. En daarin hebben we nog wel aanpassingen gemaakt. Dus we hebben bijvoorbeeld het boompje hebben veranderd. Het was volgens mij eerst een krentenboompje. Nu hebben we uiteindelijk toch gekozen voor een sierappeltje bijvoorbeeld. Dus we hebben nog wel een aantal kleine wijzigingen hebben in het definitieve ontwerp gedaan. Maar meestal is het ook wel zo, als je een eerste gesprek hebt met mensen, dan zet je ze ook aan het denken. Dus dat maakt eigenlijk vaak dat er toch nog na een eerste gesprek wat veranderingen komen. Omdat ze dan toch weer eigenlijk nieuwe ideeën in hun hoofd krijgen. Dus er is eigenlijk van het schetsontwerp tot het definitief ontwerp zijn nog wel wat kleine aanpassingen geweest. We hebben wel een beetje rekening gehouden inderdaad met het soort planten. Dus dat er veel bloemen zijn, dus dat is sowieso goed voor de insecten natuurlijk. En als er veel insecten zijn, dan willen er ook vaak veel vogels komen. En daarnaast hebben we natuurlijk wel wat planten die ook besjes geven. Omdat dat ook leuk is, omdat het vaak kleurrijk is. En dan in de herfst en in de winter eventueel ook nog wat kleur in de tuin hebt. Door de besjes en dat soort dingen. En dat vinden vogels natuurlijk ook lekker. Dus we hebben een vuurdoorn, geloof ik. Ik zeg allemaal geloof ik, want ik moet eerlijk zeggen dat ik de hele plantenlijst nog niet uit mijn hoofd weet. Maar die sierappel bijvoorbeeld ook, die heeft van die hele kleine rode felgekleurde appeltjes. Ja. Dus zij waren ook, hoe zou ik zeggen, de zuinig met het terras. Dat ze zeiden, twee stoeltjes en een klein tafeltje is voldoende. Dus zodat er meer ruimte ook is om te beplanten. En ze hebben een heel klein stukje voor het gazon. Voor eventueel voor in de toekomst voor een kindje. Maar ze hebben er wel voor gekozen om dat echt wel klein te houden. Zodat er veel te zien is gewoon het hele jaar door. Ik heb me eigenlijk meer laten voorlichten van, is het mogelijk om dat in het najaar te doen? En dat was eigenlijk geen bezwaar. En het voordeel is dat het... dat het nu alvast klaar is. En dan hopelijk in de lente en het voorjaar, dan is het al geregeld. En ik denk ook dat er in het voorjaar nog iemand een hovenier vinden die nog tijd heeft op dat moment ook wel lastig is. Dus misschien is het wel juist een geschikt moment om het nu te doen. Nou, het is eigenlijk een goede tijd omdat de bodem is eigenlijk dan nog heel erg warm. Dus dat is al een voordeel. Daarnaast gaat eigenlijk de kracht van de plant gaat ook in de herfst gaat naar de beworteling. Dus de meeste energie gaat eigenlijk in de wortels zitten in plaats van in het voorjaar gaat veel de kracht in de groei zitten, dus in het maken van de bloem. Dus het is heel goed om dan nu de plantjes in de grond te doen, zodat de beworteling stevig genoeg is, zodat ze ook goed de winter doorkomen. En in het voorjaar kan je er dan van gaan genieten. En wat een voordeel ook is dat je nu ook gelijk de bollen erin kan doen. Dus wanneer we tuinen in het voorjaar planten, en vaak doe ik ook in het voorjaar bij de beplantingsplannen ook allemaal boladviezen. Maar die doe je dan nog niet de grond in. En nu kunnen we dus zowel de vaste planten, de bomen en de bollen in de grond doen. Het is alleen voor de bewoners altijd natuurlijk jammer, want ze zien eigenlijk, je brengt de plantjes zoals je hier in de tuin ziet, zijn ze zo groot in kleine potjes. En ze gaan dus niet meer aan de bovenkant heel erg groeien. Dus je moet wel echt geduld hebben. Want in het voorjaar ga je pas het effect zien. Het is wel anders dan. Het is altijd anders dan je je voorstelt, denk ik. Maar het is juist heel positief uitgepakt. Je ziet ook nu bijvoorbeeld dat nog best wel veel aarde overal te zien is. Simpelweg omdat de plantjes nog jong zijn. Dus het is wel de bedoeling dat dat na 1 of 2 jaar eigenlijk dat het volledig bedekt is. Dus dat alles uitgegroeid is. Dat hoop ik ook dat het wat minder werk is om bij te houden. Want dan zal er minder onkruid ook groeien, zeg maar. Omdat de bodem dan goed bedekt is.
Ja, en dan is het genieten van de planten en dat soort dingen. Maar het is nu al sowieso een enorme verbetering ten opzichte van wat het was. Dus we zijn er al heel blij mee. En het wordt alleen nog maar dynamischer hopelijk. Omdat de planten die groeien en die groeien ook tot verschillende hoogtes natuurlijk. Dus dan zie je iets meer diepte, iets meer variatie. En dat, ja, want inderdaad, als het alleen maar tegels zijn, dan is het wel heel tweedimensionaal. Dat mensen eigenlijk wat ze altijd als eerste vaak mee beginnen of vragen van, goh, het onderhoud, hoe zit dat? Kan het een beetje onderhoudsvriendelijk zijn? Terwijl heel eerlijk, als ik kijk naar zo'n tuintje, dan denk ik, nou, dat is ongeveer, geloof ik, 35 vierkante meter, zeg ik uit mijn hoofd, of 30 vierkante meter. Het grootste werk is misschien in het voorjaar, dat je alle vaste planten moet terugsnoeien. Maar ik denk, daar ben je in maximaal een halve dag mee klaar. Daarnaast is het zo, vaste planten hebben 2 jaar nodig om volwassen te worden. Dus dat betekent eigenlijk in 2 jaar heb je eigenlijk een dichte bodem. Zodra je een dichte bodem hebt en geen zwarte aarde, komt er ook weinig onkruid tussen. Dus eigenlijk zeg je daarmee, het eerste jaar, wanneer er nog meer zwarte aarde is, is er iets meer onderhoud. Dat betekent af en toe moet je wat onkruid eruit plukken, zeker in het voorjaar. In het tweede jaar, zodra de bodem goed dicht is, zal er eigenlijk al heel weinig onkruid tussen vliegen. Zal je heel af en toe nog hier en daar wat weg moeten halen. Maar is het dus echt heel, heel weinig. Ik denk dat je in een terras meer onkruid moet verwijderen dan tussen een dichte bord. Nee. Dus mensen maken zich altijd zorgen, maar ik denk altijd dat het een bepaalde onzekerheid is die ze hebben. Het niet weten maakt het heel groot. Maar het is dus relatief heel weinig. Mijn vriendin zei ook al meteen van, ja, het is nu echt al veel uitnodigender om in de tuin te gaan zitten. Omdat dat in het verleden was het dus gewoon alleen maar tegels. Dus ja, daar ga je niet zo heel erg gezellig buiten zitten. Nu is het al wel uitnodigender, maar het is tegelijkertijd ook nog niet helemaal... het is nu niet het weer om in de tuin te gaan zitten. Dus we kijken er nu vooral op uit en dat is al een enorme verbetering. Maar ik hoop zeker in de lente dat we er echt gebruik van kunnen maken. En ja, dat zal een betere ervaring zijn, dat weet ik wel zeker, ja. Ja, ik zeg altijd, ik doe het altijd voor de nafoto's. Van het mooiste is van, je hebt iets bedacht samen met de bewoner en dan het uiteindelijke resultaat. Dus halverwege denk je altijd van, jeetje, wat een gedoe. Of nu, je ziet natuurlijk ook nu is het weer. En dan denk je altijd van, ja, waar begin je aan? Maar toch weet je al van, ja, maar het gaat, je kijkt nu al uit naar de zomer, naar het voorjaar, hoe het er dan bij gaat staan. Dus daar geniet ik altijd weer van. Dus het maakt het altijd weer de moeite waard. Nou, ziet er leuk uit. En inderdaad, het krijgt meteen allemaal volop water als je zo nu aan de slag gaat in je tuin. Dat betreft is de herfst dus ook gewoon een heel erg mooi seizoen. Nou, mocht u nou zelf als kijker denken, dit wil ik ook. Ik ga voortaan voor sleedoorns in een heggetje en ik ga nu aan het planten, want ik heb net gezien dat de herfst het seizoen is. Dan kan je nog steeds de tegeltruc daarvoor laten komen als je tegels uit je tuin wilt laten halen. Mail daarvoor naar jaarvandetuin@leiden.nl, want dan kunnen wij daar jou voor vinden. En dan tot slot, we hadden vorige keer natuurlijk Peter Bulsing te gast met zijn boek De Beleefbare Tuin. Mocht je nou denken, dat wil ik eigenlijk ook wel. Ik wil ook wel die tuinervaring hebben en de beleving van het eten van iets van je eigen struik. Of daar meer over weten hoe ik nou zo'n tuin een ervaring op zich maak. Dat het niet meer mijn tuin is, maar een uitje als ik naar buiten stap. Dan kun je die ook nog steeds winnen. Mail ook gewoon, stuur een mailtje, want dan hebben wij een paar boeken te vergeven. Dus mocht je daar interesse in hebben, weet ons te vinden. Dat was hem dan denk ik alweer voor deze week. Alice, ik wil jou enorm bedanken voor je ontzettend leuke toelichting op al dit moois hier. Ja, graag gedaan. Ik zou bijna zeggen, gaan we nu ook nog een borrel doen, maar het is nog een beetje vroeg op de ochtend. Ik wens jullie een hele fijne dag en nog een fijn verder jaar van de tuin. Tot de volgende aflevering.